Op 21 april aanstaande hoopt de staat Israël zijn 40-jarig bestaan te vieren. We zijn hier in Jeruzalem om ter gelegenheid daarvan een programma voor te bereiden. Overal om ons heen ontwikkelen zich geweldige problemen waar menselijkerwijs gesproken geen oplossing voor is. Toch willen we juist in deze tijd het volk van Israël niet laten vallen. We hebben uw steun daarbij nodig. Na tijd zijn volgt het werkelijke verhaal van de Exodus. De film die u zojuist gezien hebt was gedramatiseerd. Feike te Velde en P. Koelewijn maakten in Israël een documentaire met een van de leiders van het schip de Exodus, Shlomo Ben Amon. Een aangrijpend verhaal. Ja, de ster, gaan wij straks verder met tijd zijn. En een van de zaken die u daarin zeker zal interesseren is de vraag, hoe zit dat nu met die Nederlandse kinderbijslag voor kinderen in het buitenland, bijvoorbeeld in Turkije? Verder hebben we het over Zuid-Afrikaanse blanken die tijdelijk in de huizen wonen van zwarte. En over media, opvoeding, het kritisch kijken naar de krant en het journaal. Dat dus na de ster. Geef mij maar koffie. Koffie die goed pittig is. Geef mij maar smaak. Smaak die stevig is. Geef mij maar ostaart.